Ik heb al gezegd dat niemand hier mag binnenkomen en dat ze geen enkel geluid mogen maken, omdat anders hier misgaat. Ik zei ook dat je nu de videovergadering gaat doen met Dina en de Europese producer. Perfect. Heel erg bedankt. Natuurlijk. Ben je er klaar voor? Ja, natuurlijk ben ik er klaar voor. Weet je nog wel wie ik ben? Oh. De opscheplepel. Die moet er klaar voor zijn. Ik word niet nerveus. Zeg maar niet dat ik dat ooit zal vergeten, de opscheplepel. Maar wacht, eventjes. Toch kom je een beetje zenuwachtig over, hoor. Ik? Nee. Nee. Waarom zou ik dat zijn? Het is maar de belangrijkste videovergadering van mijn leven. Die mijn hele muzikale carrière zou kunnen veranderen. Maar wat doet dat ertoe? Niets, toch? Als alles goed gaat, prima. En als het slecht gaat... Slecht. Nee, dat is ook oké. Nee, denk er nu niet aan. Alles zal zeker geweldig gaan. Echt waar, je moet gewoon jezelf blijven. Laten zien wie je bent dus. De opscheplepel, dus arrogant en vooringenomen. Heel intelligent. En het leukste is dat je heel getalenteerd bent. Dankjewel. Wat zou ik zonder jou moeten? Goed, nu hoeven we alleen nog maar in te loggen en dan zijn we er klaar voor. Gaat-ie. Nee. Wat is er? Nee, dit kan niet waar zijn. Wat dan? Hij werkt niet. De accu is blijkbaar leeg. Matteo, rustig. Nee, dit kan niet waar zijn. Precies Matteo, niet. Wat moet er nu gebeuren? Rustig. Ontspan je alsjeblieft. Is dat al helpen, ja? Doe jij maar even. Daar kan hij in. Rustig aan doen, ja? Als je zo zit te stressen, krijg je niets voor elkaar. Hij zit erin. Deze er nog in. Hij is aan! Dankjewel. Echt, je hebt mijn leven gered. Echt waar. Hé, natuurlijk. Goed, ik ga bij de deur staan, dan kan niemand erin. Nee, blijf hier, bij mij. Alsjeblieft. Nee, Matteo, want wat als ze me zien? Blijf gewoon buiten beeld zitten. Ik heb je hier nodig. Blijf hier bij mij zitten, alsjeblieft. Het is al goed. Ik zal hier bij jou blijven zitten. Dankjewel. Goed, veel succes. Het uur van de waarheid. Hallo, Matteo. Hallo, Dina. Hoe gaat het? Dit is Mark, de producer waar ik het eerder over heb gehad. Hallo, Matteo. Hoe gaat het? Het gaat goed. Heel goed. Leuk om u te spreken. Insgelijks, Matteo. Allereerst mijn excuses dat het zo lang geduurd heeft voor we je contacteerden. Maar goed, dat kwam doordat ik erg veel heb nagedacht met Mark. En uiteindelijk hebben we een beslissing genomen. En wat hebben jullie dan besloten? Na heel wat overleg zijn we het eens geworden. We denken allebei dat je enorm veel mogelijkheden hebt. En we willen investeren in jouw carrière. Dus wij zouden je heel graag een voorstel willen doen. We willen dat jij een album opneemt in de studio op Rodeo Bay. Wat denk je ervan? Matteo? Pardon. Volgens mij heb ik het niet goed gehoord. Mag ik gaan opnemen op Rodeo Bay? Ja, doe je het? Natuurlijk, ja. Hoe zou ik zo'n grote kans nou kunnen laten schieten? Dit betekent echt ontzettend veel voor mij, Dina. Mooi zo. Dat is erg goed om te horen. Ik zal contact met je opnemen en ik ga zorgen dat je contract krijgt. En daarna wil ik graag met je praten over nummers, videoclips en een internationale tour. We zijn er zeker van dat dit het begin is van iets heel groots. We zijn heel erg enthousiast. Goed. Hartelijk dank. Echt waar. We houden contact, ja? Ik spreek je snel. Bye. Tot later. We zien elkaar snel, oké? Mag ik killen? Ja! Oh, ik kan het niet geloven. Ik ga een album opnemen op Rodeo Bay. Waar veel beroemde zangers hun albums hebben opgenomen. Ik weet het, Matteo. Ik wist dat het je zou lukken. Ik ben zo blij voor je. Plezier. Super bedankt, serieus. Alles is dankzij jou. Dankje. We gaan naar Rodeo Bay. Niet te geloven. Mwah. Niet te geloven. Rodeo Bay, oh, wat te gek. Dat is een super belangrijke plek.